Hey iedereen, welkom. Het is terug Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En ik heb een beetje voorbereiding gedaan. Al mijn Pokémon heb ik met die glitch, gewoon om jullie te laten zien dat het kan. Ik heb ze tot 100 getraind, alleen Nidoking, de rest gewoon tot 70. Dat is al wat ik heb gedaan. Voor de rest hebben we nu oneindig veel masterballs en toestanden. Dus dat is heel handig. Voor de rest gaan we gewoon door met het verhaal nu. Want de door is nog altijd locked en we kunnen niet naar binnen. En hetgeen dat we moeten doen is dan in dit huis gaan zitten. Ik weet niet... Nee. Ik weet trouwens ook niet meer hoe dat dit werkt. Dus het is allemaal... Het is allemaal dus gewoon terug zoeken. A secret switch present. Doe maar, I guess. En nu is dit geopend. Grimer, we hebben geen Grimer nodig. Voor de rest hier is niks. Ik denk dat ze ons gewoon zo wouden laten zien hoe dat het allemaal een beetje werkt. Voor de rest... Verdomme. Nee, voor de rest is er nog niks. Dus we zullen naar boven moeten. Oh, een Weezing. Dank u. Zijn we nu verkeerd gelopen? Want ik weet het niet. Ja, we zijn dus verkeerd gelopen inderdaad. Dan is het de grote drop. Excuseer. Carbos. Speed Rose. Ja, hier moeten we zijn. Oh nee. Yo. Blizzard is een hele goede aanval. Oh nee, ik gewoon aan Nidoking leren. We moeten volledig links geraken, dacht ik. En dat zijn we wel van plan. Nee, koffing, nee. Hier ligt nog een rare candy, niet dat we die nog nodig hebben, maar ze liggen hier wel. Dit is TM22, ik weet niet wat dat is. Dat is Solar Beam, dat is een hele krachtige aanval.
En dit is de secret key, die hebben we nodig. En met de secret key unlocken we nu de gym. You'll champion making the hot-headed Blaine is a fire Pokemon pro. Douse his spirit with water. You better take some burn heals. Oké, hoe dat dit werkt is, je moet de trainers niet verslaan als je de vragen hierop juist hebt. Maar ik weet niet of dat ik de vragen allemaal nog weet. Get it right, the door opens to the next room. Get it wrong and face the trainer. If you want to conserve your Pokemon for the gym leader, then get this right. Here we go. Caterpie evolves into Butterfree. Ja, dat is waar. Niet direct, maar wel met de tijd. Eigenlijk zouden zeggen nee, want je gaat eerst naar Metapod. Let's see what deze question is. There are 9 certified league badges. Nee, het zijn er 8. Als je wilt, kun je die trainers nog altijd bevechten, zeg. Maar ik doe het gewoon niet omdat ik er punt niet van in zie. Poliwag evolves 3 times. Nee, 2 keer. Poliwhirl en Poliwrath. Are thunder moved against ground elements? Nee. We doen het goed met de vragen. Pokémon of the same kind and level are not identical. Klopt. Ik heb geen idee. Ik had echt geen idee. Het kon zijn. Maar dit is Blaine, de gymleader. Ah! I am Blaine, I am the leader of Cinnabar Gym. My fiery Pokémon will incinerate all challengers. Ah, you better have burn healed. Blaine wants to fight. And growl it. Na level 100 Nidoking is er misschien een beetje overzeker. Een Arcanine, dat is wel echt een coole Pokémon. Maar dit was Blaine al. The Volcano Badge heightens the special abilities of your Pokémon. Here, you can have this too. 38, ik weet niet wat dat Fire Blast is. Een hele goede. Fire Blast is een hele goede aanval. Dus zoals jullie nu zien hebben we de 7 Pokémon badges. Dus ik ga eens even kijken of onze Kabuto al klaar is. Ik denk wel dat je spot moet hebben in je inventory. Voilà. Van het geen nickname geven, maar stoor het maar naar mijn Pokémon box. Oké. Dan hebben we tijd voor de laatste gym nog. Het is altijd zo nostalgisch in gym scene. Again, ik weet de weg niet meer, dus het zal een beetje
Ik weet het echt niet meer. Dat was Ryan. Deze man heeft nog Machoke, nog Machop en nog een Machoke. Niet dat het veel boeit, maar hij had het wel. Oké, dus het is langs hier. Het is niet langs hier. Het is misschien deze. Een Tauros, daar hebben we nog nooit gezien. Die man heeft nog Machoke, waar niet veel boeit. En die had een Nidoking ook niet boeit. Ja, nou niet boeit niks, maar ik moet hier wel langs. Ah ja, voilà. Hey, surprise, surprise. De 8e gym leader was Giovanni van Team Rocket. This time I'm not holding back. Once more you shall face Giovanni, the greatest trainer. Duck Trio. Gewoon Blizzard, jongen. Blizzard all the way. Nidoking. Care. Rhydon is echt een coole Pokémon, maar. Dat was Rhydon. Here is the Earth Badge. We hebben ergens plek voor nodig. Wat was dit nu weer? Solar Beam? Nee, dat gaan we houden. Wat was dit nu weer? Fire Blast? Gaan we ook houden. Iets wat we niet meer nodig hebben. Fisher. Fisher is een goede aanval. We gaan het niet gebruiken, maar het is een goede aanval. Oh shit. Voilà iedereen, en zoals jullie nu zien hebben we alle 8 badges, dus we zijn eigenlijk echt gewoon volledig klaar voor de Pokémon League. Dat gaan we nog niet doen, we gaan eerst de 3 Legendary Birds nog vangen, maar dat zal voor een volgende episode zijn. Als jullie het cool vinden wat ik doe, vergeet zeker weer al geen like te geven op mijn video op YouTube. En als je nieuw bent, vergeet zeker niet te subscriben op mijn video's. Ik wil jullie allemaal bedanken om te kijken. Merci allemaal en tot de volgende. Yo, salukes!